Het meeste pijn doet dat je niet kan begrijpen van waarom. En waarom overkomt haar dat en mij dat en haar zusjes dat en haar moeder. Dat kun je niet bevatten. Dit is de vader van de 41-jarige Nathalie van Poelgeest. Op maandagavond 14 mei werd ze dood in haar huis in Lelystad gevonden. 3 dagen daarvoor werden op een feestje deze foto's nog van haar gemaakt. Waarschijnlijk een paar uur later maar werd Nathalie thuis vermoord. Op 11 februari 1971, 41 jaar geleden, werd Nathalie van Poelgeest hier in toen nog de Zuidelijke IJsselmeerpolders geboren. Ze groeit op in de Flevopolder en haar sociale leven speelt zich vooral af in het steeds groter wordende Lelystad. Nathalie was eigenlijk min of meer mijn maatje. Daar had ik een hele speciale band mee. Met Nathalie ging ik naar concerten en af en toe een biertje drinken en dat soort dingen. Daar kon ik heel goed mee overweg. Nathalie geniet van het leven. Ze heeft een goede band met haar ouders en haar zus en halfzus. Ze heeft een uitkering, doet daarbij wat schoonmaakwerk en heeft net een bedrijfje opgezet. Daarover vertelt ze zelf in een filmpje over reïntegratie uit 2011. Ik ben bezig een project op te zetten of een eigen bedrijf op te zetten in het inzamelen van tweedehands kleding. Wat in Ghana gaat verkocht worden in een winkeltje door wat gerund wordt door doven. Het heeft mij zo goed op weg geholpen dat ik ineens mezelf weer terug had gevonden. De laatste maanden ging het niet echt goed met de sociaal bewogen Nathalie. Door een aantal verkeerde keuzes in haar leven raakt ze haar huis in de wijk De Kamp in Lelystad en haar uitkering kwijt. Maar ze is een vechter en ook in deze periode houdt ze haar hoofd boven water. Ze woonde dus al een aantal weken in de woning van mijn ex-vrouw, van haar moeder dus. Want die lag behoorlijk zwaar ziek in het ziekenhuis. Daarom verbleef ze in die woning. Terug naar vrijdag 11 mei, de dag waarop Nathalie het laatst in leven is gezien. Die middag gaat ze op bezoek bij haar moeder in het ziekenhuis. Ja, ze ging wel een paar keer in de week op bezoek bij haar moeder. Na haar bezoek in het ziekenhuis gaat Nathalie direct door naar een feestje bij vrienden thuis. Die avond worden deze foto's van Nathalie gemaakt. Ze is vrolijk en danst lekker met haar vrienden. Niemand beseft dat ze hun vriendin Nathalie daarna niet meer in levende lijven zullen zien. Rond 11 uur die avond komt ze weer thuis aan de Neringweg in Lelystad. Die avond brengt Nathalie door met chatten met wat bekenden. Als de internetverbinding eruit vliegt, sms te verder tot ongeveer 1 uur in de nacht. De dag erop proberen vriendinnen en familie contact met haar te krijgen, maar Nathalie reageert niet. De chat blijft leeg en sms'jes worden niet beantwoord, ook zondag en maandag niet. Nathalie was vaker een paar dagen achter elkaar onbereikbaar. Ja, daar keek ik niet van op. Dat was normaal. Het kwam altijd wel weer goed. Maar dit keer komt het niet goed. Ongeruste vriendinnen waarschuwen de politie. Agenten gaan op maandagavond 14 mei in haar huis polshoogte nemen en doen een verschrikkelijke ontdekking. Nathalie is dood. Ze is vermoord. Ik zou een beroep willen doen op degene die dit op zijn geweten heeft. Of op de mensen die misschien meer weten, maar niks kunnen of willen of durven zeggen. Of mensen die wat weten wat in hun ogen onbelangrijk is, maar wat wel belangrijk kan zijn. Ik zou tegen die mensen willen zeggen van, ga eens voor de spiegel staan en kijk jezelf eens diep in de ogen. En vraag jezelf af of je dat met je leven lang mee kan blijven dragen zonder dat naar buiten te brengen. Ik zou het niet kunnen. Echt niet. Ja, Nathalie werd met geweld om het leven gebracht. Haar moeder was zo ziek dat ze niet bij de crematie van haar eigen dochter kon zijn. Een afschuwelijk verhaal, meneer Jens. U bent het afgelopen half jaar al bezig geweest met het onderzoek naar deze moord. Heeft u al enig idee van de reden? Waarom is ze vermoord? Nou, we weten in ieder geval dat Nathalie de laatste maanden erg zwaar had, vooral financieel. Ze moest echt zwoegen
om de hoofd boven water te houden. Maar ja, flamboyante vrouw, toch wel, zeg maar, ze stond een mannetje uiteindelijk wel. Ging regelmatig uit, hield ook wel van een beetje flirten. Ja, ze was dol op flirten, moet ik zelfs zeggen. Ze was ook al begaan met het leed in de wereld. Dus wat ons betreft is eigenlijk nog best onduidelijk zeg maar, ertoe bewogen heeft dat zij vermoord is. Ja, ze deed anderen geen kwaad. Nee, absoluut niet. In de nacht van vrijdag 11 op zaterdag 12 mei had ze tot ongeveer 1 uur 's nachts nog contact met vrienden via de sociale media. Ja. Op maandagavond vinden dan uw collega's het levenloze lichaam. Er zitten dus 3 dagen tussen. Heeft u al enig idee wanneer ze precies vermoord is? Nee, exact niet. Maar we denken wel dat het zeg maar gebeurd moet zijn tussen vrijdag 11 mei en zaterdag 12 mei in die nacht. Nathalie was wel vaak nog laat wakker. En we hebben geconstateerd dat in het appartement geen braaksporen waren. Dus het kan heel goed zijn dat ze de moordenaar of moordenaars zelf heeft binnengelaten. Sterker nog, het zullen best misschien ook wel bekenden zijn geweest van haar. U zoekt dus de dader of daders heel duidelijk in de eigen omgeving van Nathalie? Nou, in ieder geval had Nathalie een grote kennissenkring in het uitgaansleven van Lelystad. Ze kwam regelmatig in cafés van La Cave tot en met het Amsterdammetje. Dus ja, misschien dat iemand uit die kring iets weet over de gewelddadige dood, Nathalie. Nou, daarnaast kunt u ook informatie van getuigen gebruiken. Mocht u gezien hebben wie er die nacht het appartementencomplex aan de Neringweg is binnengegaan, of bent u zelf na 11 uur 's avonds daar naar binnen gegaan en heeft u dit nog niet aan de politie verteld, meld dit dan alsjeblieft alsnog. Is er gewoon 1 ingang naar het appartement van Nathalie? Nee, er zijn er meerdere, maar de meest logische ingang is gewoon de helftingang en die is gelegen aan de Neringweg. Maar je kunt het appartementencomplex op vele manieren betreden. Dat kun je hier ook op de foto zien. Ja. En omdat het al even geleden was, voor de duidelijkheid, waarschijnlijk in de nacht van vrijdag 11 op zaterdag 12 mei is Nathalie vermoord. Die zondag daarna, 13 mei, was het moederdag. En maandagavond 14 mei is Nathalie's lichaam gevonden. Er zijn dus 3 dagen overheen gegaan dat niet bekend was waar Nathalie was. Inderdaad, en in die periode kunnen dus alleen de dader of de daders zeg maar geweten hebben wat er uiteindelijk met haar gebeurd is. Maar het kan best zo zijn dat ze er toch mee over gesproken hebben met iemand. En die iemand wist natuurlijk niet wat er uiteindelijk gebeurd was met Nathalie. En misschien is mensen ook opgevallen dat mensen zich misschien anders hebben gedragen als anders. Alles kan wat dat betreft bijdragen, hoe klein ook. En dat is voor ons best wel cruciaal voor het onderzoek. Dus als mensen informatie hebben, graag bellen. Nathalie van Poelgeest was pas 41 jaar, had nog een kinderwens, wilde nog zoveel. Heeft u informatie die kan helpen haar moord op te lossen? Zwijg dan niet langer en bel de tiplijn op 0800 60 70. Wilt u liever met de criminele inlichtingeenheid praten? Dan kunt u bellen naar 079 345 8999.